cogito ergo sum. Ik denk als ik ben. Dat was Descartes' uitspraak, een van zijn bekendste. Zijn ideeën kwamen helaas op de verboden lijst van boeken. Maar er waren nog meer filosofen in zijn tijd. Spinoza bijvoorbeeld, hij kwam net iets na hem, maar hij zei weer andere dingen. Zoals heel veel dingen over God. God is de natuur, God is alles. Hij werd ook verketterd. En dan had je nog ver daarvoor, had je Socrates. Hij zette mensen aan om zelf na te denken. En over hun ga ik het hebben. Loop maar even mee. Ik had namelijk een vraag over. Waarom waren hun ideeën nou eigenlijk verboden? Zij deden dingen anders dan anderen, maar waarom zijn ze verboden? Daar heb ik een onderzoek over gedaan. Maar wie zou nou hebben gezegd dat die ideeën verboden waren? Dat heb ik zelf onderzocht bijvoorbeeld. De mensen die vaak macht hadden, zoals de Atheense rechtbank bij Socrates, maar ook de mensen zoals de regering. Ze zagen het misschien als een bedreiging. Daarom was het ook gevaarlijk. Maar ik zou ook vragen aan hun willen stellen. Want ze kregen vaak bezwaar op hun werk. Dus hoe zouden zij daar nou mee omgaan? En hoe vinden ze het nou om zo bezwaar te krijgen? En wat doen ze ermee als ze horen dat hun ideeën verboden werden? Dat kunnen we helaas niet meer achterhalen, want ze leven alle drie niet meer. Socrates is bijvoorbeeld om het leven gekomen omdat hij veroordeeld is tot de doodstraf. Deelvraag 4. Wat gebeurde er toen ideeën verboden werden? Ze zijn nooit echt helemaal verboden geweest, behalve dan bijvoorbeeld de boeken van Descartes bijvoorbeeld. Die kwamen op de lijst van verboden boeken en mocht je niet meer lezen. Maar de ideeën waren niet per se verboden. Maar Socrates, ideeën waren wel verboden. Want als hij door zou gaan, zou hij de doodstraf krijgen. En hij heeft ook de doodstraf gekregen. Deelvraag 5. Waarom waren ideeën toch belangrijk? Nou, ga maar na. Als je bijvoorbeeld Socrates ideeën niet serieus zou nemen, wat zou er dan van onze wereld zijn? Als je niet zelf gaat nadenken. En als je kijkt naar Descartes, als jij niet achter je kan kijken, weet je ook niet of achter je alles nog bestaat. Spinoza had ook niet helemaal ongelijk. Alleen heeft het geloof, en denkt iedereen weer anders over. Wat zou er gebeuren als de ideeën toch mochten? Nou, ik denk zelf dat de filosofen dan de macht krijgen. Dat er dan eigenlijk twee groepen krijgen. De filosofen en degene die eigenlijk in het land de baas hebben. En dan gebeuren er eigenlijk allemaal andere dingen. Maar wat er dan zou gebeuren is moeilijk te achterhalen omdat het nooit gebeurd is. Ik heb ook nog een enquête gehad. En dat was, wat zou er gebeuren als je zelf de baas zou zijn? Wat zou je dan doen met mensen die anders denken? Ik heb die vraag gesteld aan mensen. En die mensen zeiden dat eigenlijk lager tot helemaal niet. Want bij ons is het eigenlijk heel normaal dat je vrijheid van meningsuiting hebt. Toch is het jammer dat je dat nog niet overal hebt. Antwoord hoofdvraag. Mijn hoofdvraag dus, wat was er nou fout aan die ideeën? Ik ben erachter gekomen van ze waren anders. En helaas is dat ook niet veranderd. Dat als je anders bent, dat er dan dingen gebeuren die niet leuk zijn. Zo zijn er dingen bij discriminatie of dat soort dingen. Zo is het nu niet zo heel veel veranderd, maar wel iets beter geworden. En dat is mijn antwoord op de hoofdvraag, dat ze anders waren en niets meer dan dat.
Mijn bronnen waren filosofie.nl en foto's Wikipedia. Als er verder nog vragen zijn, hoor ik dat graag in de klas.